Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze sessie. Wordt er al opgenomen? Kan ik gewoon beginnen? Ja, je kan. Jeroen, dat is Jeroen Viemers nog eventjes aan Brett. Je kan beginnen, Richard. De sessie wordt opgenomen. En okay. Later doen we die ook on demand aanbieden. Succes. Super, dankjewel. Gezellig. Leuk dat jullie allemaal erbij zijn vandaag. Jammer natuurlijk dat we niet fysiek bij elkaar kunnen zijn. Maar ja, so be it. Van harte welkom voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Richard Garstagen. Ik werk voor Oracle en ik ga vertellen over hoe je VMware in de Oracle Cloud kan draaien. En VMware in de cloud draaien op zich is natuurlijk niks nieuws. Dat kan al, want er zijn ook meerdere sessies vandaag over. Maar binnen de Oracle Cloud bieden we wel degelijk een hele bijzondere manier aan om dat mogelijk te maken. En dat ga ik vandaag aan jullie uitleggen. Ook een stukje laten zien, live demo. En als er natuurlijk vragen zijn, stel ze gerust op chat, unmute jezelf via Twitter of welke manier ook maar je vandaag graag wilt communiceren. Even over mijzelf, dat je een beetje weet wie ik ben. Ik werk voor Oracle al 10 jaar lang, daarvoor heb ik 9 jaar lang voor VMware gewerkt. Sindsdien ben ik nog steeds altijd een VMware fanboy geweest. Vroeger heel lange tijd ook een VMware-blog gedraaid. Tegenwoordig run ik een Oracle Cloud-blog, oc-blog.com. Als je naar mijn oude blog gaat, runde-virtual.com, kom je hier ook op uit. Ik hou me eigenlijk dagelijks bezig om aan klanten uit te leggen wat nou de Oracle Cloud is, de services die we binnen hebben en hoe dat allemaal, hoe dat allemaal werkt eigenlijk. En ik heb voornamelijk een specialisatie op de core Oracle Cloud Service zoals Compute Storage Networking en ook natuurlijk dus op de VMware-oplossing. En daar ga ik het vandaag natuurlijk over hebben. Wil je ook eens een keertje zien hoe wij nou vergelijken met al die andere cloud offerings? Op mijn blog heb ik een artikel geschreven waar alle WMC, Azure's VMware Engine of VMware Solution, Google's VMware Engine, allemaal naast elkaar gepresenteerd staat, zodat je makkelijk daar een overzichtje van kan zien. Kan je vinden op mijn blog. Nou, laat ik even beginnen over de Oracle Cloud. Want ik ga ervan uit dat de meeste van jullie de naam Oracle natuurlijk op zich allemaal wel kennen. Maar misschien waarschijnlijk de Oracle Cloud niet. De Oracle Cloud is eigenlijk qua naamgeving misschien het meest lastige. Want het heet wel de Oracle Cloud. Maar eigenlijk heeft onze cloud die wij maken niet zoveel met Oracle te maken. In de vorm van, je hoeft er niet Oracle workloads op te draaien of wat dan ook maar. De Oracle Cloud is echt specifiek ontworpen om echt iedere type workload te kunnen draaien. Van hele klassieke monolithische applicaties tot de meest moderne cloud native containers, serverless applicaties, alles wat er maar tussen zit. Nou zullen natuurlijk een hele hoop cloud vendoren zeggen dat hun cloud natuurlijk kan je iedere type workload op draaien. Maar bij ons is het echt meer dan alleen maar een PowerPoint slide. Er zit ook echt technisch onder waarom wij echt daadwerkelijk echt ieder type workload in onze cloud enorm goed kunnen draaien. En dat heeft voornamelijk te maken dat de architectuur van onze cloud geheel anders is dan dat van iedere andere public, maar ook private clouds. Van iedere andere cloud eigenlijk die iedereen maar eigenlijk op dit moment aan het gebruiken is. En wat is er nou anders aan? Nou, als je erover nadenkt, als je een cloud wil draaien natuurlijk, en dat kan natuurlijk een private cloud zijn, want mensen natuurlijk on-premise draaien met VMware of public clouds zoals een AWS of Google en Azure, is de belangrijkste taak natuurlijk is dat je de resources van je gebruikers uit elkaar moet kunnen houden. Dat je weet dat VM'tje A van klant A is en VM'tje B van klant B is. En eigenlijk iedereen die tot nu toe eigenlijk altijd clouds hebben gebouwd, hebben daar server virtualisatie voor gebruikt om daadwerkelijk zo'n cloud te kunnen bouwen. Dus die server virtualisatielaag is eigenlijk ook de cloud control plane. Daarin wordt geregeld dat, dan weten ze dat VM'tje A bij klant A hoort en VM'tje B bij klant B hoort. En die virtualisatielaag regelt dus eigenlijk alles. Daar gebeurt natuurlijk netwerkvirtualisatie ook nog eens een keertje over, storage virtualisatie. Alles wordt door die laag geduid. En je hebt dus uiteindelijk één stuk hardware. En daar staat natuurlijk de workloads dan van de gebruikers op, de cloud gebruikers. Maar op diezelfde stuk hardware staat dus ook de cloud control plane, de laag wat eigenlijk alles beheert. En deze architectuur, dat gebruikt natuurlijk bijna iedereen on-premise. Zeker hier zo, op deze VMware, daar gebruiken jullie allemaal natuurlijk waarschijnlijk VMware voor. Maar ook in de public clouds, Google en Azure, zou je zien dat de meeste services die ze hebben, allemaal gebaseerd zijn op deze laag dat je virtualisatie nodig hebt om daadwerkelijk de services aan mensen te kunnen aanbieden. In de Oracle Cloud is dit geheel anders. In de Oracle Cloud hebben wij geen enkele afhankelijkheid van server virtualisatie. In onze cloud, waar zijn we iets van 7 jaar geleden mee begonnen om dat te bouwen,
hebben we een compleet nieuwe architectuur neergezet om hoe je nou een public cloud kan opereren. In onze cloud staat die control plane, dus de laag waarin Oracle, wij de cloud beheren, niet op de servers zelf, maar in de netwerklaag. En die netwerklaag, dat noemen we eigenlijk off-box virtualisatie. Die netwerklaag, die beheert eigenlijk ja, welke resource nou van wie is, welke resource met elkaar kan praten. Daar gebeurt die hele control plane vanuit het cloud aspect. En omdat het in een netwerklaag zit, kunnen we daarboven dus eigenlijk iedere type dienst aanbieden die er maar is. Dat kan natuurlijk nog steeds gewoon virtuele machines zijn. Dus wij bieden in onze cloud natuurlijk gewoon een enorme batterij aan virtualisatiecapaciteiten aan. Dus je kan gewoon een VM'tje creëren. Maar zelfs op dat moment gebeurt het anders dan zoals je in een traditionele gevirtualiseerde omgeving krijgt. Die VM's die praten allemaal rechtstreeks met de fysieke hardware. Allemaal single root IO virtualisatie. Praten allemaal met SparkNICs. Gaat naar die backend toe en in die cloud control plane, weer die off-box virtualisatielaag, wordt alles geregeld. Dus zelfs als één VM met zijn buurman VM wil praten, gaat dat verkeer naar die buitenlaag toe. Daar wordt gekeken of dat mag ja of nee en wordt dat verkeer toegestaan. Nou, klinkt misschien als een detour, maar omdat het allemaal juist in de hardware plaatsvindt, is het echt razendsnel, totaal geen overhead, zeker geen CPU overhead of wat dan ook maar op de server zelf. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat sowieso dus altijd er een volledige fysieke scheiding is tussen waar onze software wat alles in de gaten houdt en alles beheert en de daadwerkelijke workload van onze klanten. Maar daarnaast, omdat het off-box virtualisatie is, kan je dus ook gewoon iedere andere type omgeving op onze cloud draaien. Wij kunnen vanaf dag 1 al volledig eigenlijk gewoon iedere type bare metal server, een fysieke server, aanbieden als een dienst. En zo'n bare metal server, dat werkt net zo makkelijk als een VM. Met een druk op de knop heb je zo'n bare metal server, met een andere knop is die weer weg. Dat is helemaal geautomatiseerd en het werkt eigenlijk volledig zelfstandig, net zoals een virtuele machine. Maar op die bare metal server, daar kan ik dus mee doen en laten wat ik wil. Daar hoeft geen enkel stukje Oracle software aanwezig te zijn, om toch met mij, dat ik gewoon met die server kan werken. Want wij kunnen die server vanuit het netwerk beheren en we hoeven dus niet op die server zelf te zijn. Dus op die server kan je je eigen containerplatform zetten, maar kan je dus ook bijvoorbeeld dus je eigen virtualisatiestack opzetten. Dus wij ondersteunen volledig in Oracle Cloud, niet alleen maar het VMware-platform, maar bij ons kan je gewoon Hyper-V draaien, KVM draaien, Oracle VM draaien, iedere virtualisatiestack die je maar wil doen. Maar ook, het kan dus ook iets compleet anders zijn. En dankzij deze techniek kunnen wij dus onder andere dus ook VMware in onze cloud aanbieden. Nou, dat doen we natuurlijk in samenspraak met VMware zelf. Technisch gezien kan je gewoon ook VMware zelf installeren op onze cloud, maar dat mag weer legaal van VMware niet. Maar we hebben dus een officiële partnership met VMware. Net zoals ze dat met een Google, een Azure en zelf natuurlijk op AWS doen. Dus partnership volledig samen met VMware ontworpen om volledig gecertificeerd, volledig volgens de best practices van VMware, een VMware-oplossing in onze cloud mogelijk te maken. Nou, die VMware-oplossing die heet de Oracle Cloud VMware Solution, OCVS. En daarmee kan je dus gewoon VMware in onze cloud krijgen. Nou, op zich is dat niks bijzonders. Dat zie je natuurlijk bij alle andere aanbiedingen ook. De servers die wij gebruiken daarvoor zijn, dat noemen wij Dense.io Bare Metal Servers. Dat zijn servers, Intel Xeon Skylake processoren machines, 52 cores in iedere server, 768 gigabyte RAM op iedere server en 51 terabyte aan lokale NVMe storage. 8 NVMe devices in iedere server voor de vSAN omgeving. Dus we werken natuurlijk met een minimum van 3 server configuratie, voornamelijk vanuit vSAN perspectief. Dat betekent dat je dus 150 terabyte aan rauwe storage beschikbaar hebt om met je vSAN omgeving te werken. Deze omgeving die draait in de Oracle Cloud en kan dus ook automatisch volledig gewoon met iedere andere native Oracle Cloud Service praten. Dus in onze cloud hebben wij Oracle Database Cloud Services, Autonomous Database Cloud Services, nou, Analytics, allerlei andere type diensten. En die kan je allemaal rechtstreeks met elkaar verbinden, want dit staat gewoon volledig in je eigen tenancy, in je eigen virtuele cloud netwerk binnen de Oracle Cloud te draaien. Daar zit geen enkel verschil tussen eigenlijk. Dus volledig een omgeving die gewoon in de cloud staat, waar je mee kan doen en laten wat je wilt. Nou, zo'n omgeving om dat op te bouwen, dat is natuurlijk helemaal automatisch. Je drukt op een knopje en zo'n SDDC-omgeving wordt gebouwd. Dus wij provisionen de bare metal servers, wij installeren ASXE, we zetten de juiste firmware op de servers die volledig gecertificeerd is door VMware, we installeren vSAN, vCenter, nou, de hele randpatan. En ongeveer na 2 uur is die omgeving kant-en-klaar voor jou om te gebruiken. Dan kan je op inloggen en daarna kan je daar volledig mee gaan werken.
Wat maakt onze omgeving nou zo bijzonder, is dat deze omgeving echt een volledig zelfbeheerde VMware-omgeving is. Dus dit is niet een managed service, zoals je dat van VMC ziet, of van Azure of van Google ziet. Dit is volledig je eigen VMware-omgeving. Omdat wij dus, onze control plane zit in die netwerklaag, hoeven wij geen enkele vorm van toegang tot de VMware-servers te hebben. Dus je hebt zelf volledig toegang, root level access op ASXE, volledig adminrecht op vCenter, volledig adminrecht op NSX. Maar nog belangrijker, wij als Oracle zijnde hebben geen enkele toegang tot je VMware-omgeving. Dus als jij je vSAN wil gaan encrypten, als jij wat je ook maar wilt doen met die VMware-omgeving, alles kan. Er zit geen enkele vorm van technische beperking wat je met deze VMware-omgeving kan doen. Eigenlijk alles wat je met je VMware-omgeving on-premise in je eigen omgeving kan doen, kan je ook met deze omgeving doen. Het is dus geen managed service, wij leggen geen beperking op. En dit is natuurlijk zeker belangrijk voor klanten die bijvoorbeeld echt heel streng zijn met wat voor security policies ze willen hebben, hoe ze de omgeving willen inrichten. Dat willen ze precies hetzelfde doen als on-premise. En dat kan dus ook met onze omgeving. Hoe je ook maar on-premise je omgeving inricht, welke andere third-party tools je maar gebruikt, of je zelfs agents op ESXi moet installeren, wat dan ook maar voor Veeam of wat dan ook maar. Geen enkele beperking. Je hebt toegang tot de gehele omgeving en je kan dus doen en laten wat je maar wilt. De omgeving wordt natuurlijk geïnstalleerd met NSXT. Dus je kan sowieso met een overlay netwerk van VMware werken. Maar wij ondersteunen ook volledig gewoon normale VLANs in onze cloud. Dus voor een of andere reden, als je nog steeds wel gewoon een klassieke poortgroep op een distribuïde switch wil creëren met een VLAN, kan dat ook gewoon. En zeker misschien soms naar connectiviteit naar native services toe, zal je zien dat dan de performance iets wat beter is, omdat je dus de overhead van NSXT naar buiten gaan niet hebt, zodat je echt nog lagere latency hebt tussen je omgeving. Dus daar heb je volledig vrijheid en flexibiliteit in. Nou, buiten dat het eigenlijk dus precies hetzelfde is als een omgeving die je gewoon ook on-premise hebt draaien. Het is gewoon je eigen VMware-omgeving. Je bent de enige die zelf daar volledig de controle over heeft. Je kan dus ook zelfs je eigen versies kiezen. Dus we kunnen de omgeving provisionen met vSphere 6.5, 6.7, 7.0. Je bepaalt zelf wanneer je upgrade of je upgrade, welke patches je toevoegt. Allemaal volledig gewoon onder je eigen beheer. Wij komen daar niet tussen. Dat bepaal je allemaal volledig zelf. Maar naast dat je allemaal precies hetzelfde kan doen als on-premise, kunnen we eigenlijk ook iets heel bijzonders doen, wat je waarschijnlijk niet eens on-premise kan doen, wat je misschien niet eens eigenlijk met geen enkele andere VMware-omgeving kan doen dan ook maar. In de Oracle Cloud hebben we natuurlijk meerdere regio's, meerdere locaties, kom ik zo nog even op terug, maar we hebben regio's waar we meerdere datacenters hebben staan. Bijvoorbeeld in Frankfurt en in Londen hebben we 3 datacenters die verdeeld staan over die steden. Dus in Frankfurt hebben we over Frankfurt heen 3 datacenters die van elkaar vandaan staan. Hetzelfde als in Londen. En in die Oracle Cloud, binnen zo'n regio, kunnen wij volledig regionaal layer 3 subnets en layer 2 VLANs aanmaken. Dat betekent dat vanuit de netwerklaag het volledig transparant is dat ik 3 verschillende datacenters heb. En daar kan ik gewoon 1 normaal single broadcast netwerk subnet op creëren of een VLAN op creëren. En alle gateway services die naar die subnets en VLANs gaan, zijn allemaal geclusterd, zijn allemaal multi-AD uitgerold. Dus ook dat is allemaal redundant. En dat betekent dat je dus in onze cloud een VMware-omgeving kan uitrollen. Een standaard normale VMware-omgeving. Dus niet een stretched vSAN-omgeving, wat dan, maar gewoon een normale, wat VMware denkt, een omgeving wat in 1 datacenter staat. Terwijl het daadwerkelijk over 3 datacenters verdeeld is. En dat betekent dus als zo'n datacenter uitvalt, dat gewoon puur VMware HA inkikt. En nou, wat er ook maar kwijt is, op de andere servers automatisch wordt opgestart. Wij configureren automatisch als je zo'n omgeving deployt, dat de fault domains voor vSAN gekoppeld zijn aan de fysieke AD's. Hè, zodat replicatie natuurlijk altijd tussen de AD's plaatsvindt en niet binnen een AD. En automatisch heb je dus een omgeving die helemaal redundant, helemaal robuust gemaakt is. Wij rekenen geen kosten voor verkeer tussen de availability domains binnen een regio. Er zit dus ook geen addertje onder het gras dat je daardoor extra veel kosten gaat krijgen qua netwerkverkeer, wat dan ook maar. En die latency die wij hebben tussen die availability domains, die is echt bijzonder laag. Ruim onder de 1 milliseconde. En je hebt dus eigenlijk vanuit een VMware's perspectief, is dit gewoon alsof er 3 server racks staan met toevallig hele lange netwerkkabels ertussen, zodat ze in eigenlijk 3 verschillende locaties staan. Maar het is echt een hele bijzondere manier om een VMware-omgeving uit te rollen eigenlijk en redundant te kunnen maken door gewoon gebruik te maken gewoon van HA,
om zo'n omgeving automatisch weer te beschermen als toch zo'n regio uit mag vallen. Nou, we bieden VMware aan over de hele wereld. De Oracle Cloud is beschikbaar over de hele wereld. We hebben op dit moment 29 regio's. Binnen de EU hebben we Amsterdam. Dus we zitten sowieso in Nederland. We hebben Frankfurt, we hebben Zweden, we hebben Frankrijk en Italië. Dus dat is waar je noemt. Ik zie van Duncan wat de afstand is tussen de availability domains. Ja, dat ligt rond de 15, 20 kilometer ongeveer. Ligt een beetje, Frankfurt en Londen zit een beetje verschil, maar in Frankfurt ligt eentje Noord-Frankfurt, eentje Zuidwest en Zuidoost. Maar rond de 15 à 20 kilometer is de afstand tussen de availability domains, zowel in Amsterdam als in Londen. Dus niet iedereen zal dit als disaster recovery beschouwen, even voor duidelijkheid. Wij noemen het meer high availability. We bieden natuurlijk ook gewoon meerdere regio's aan, dus je kan wel degelijk twee VMware clusters in twee regio's gaan draaien. Dus je vele malen grotere afstand hebt en echt over disaster recovery gaat praten, maar je hebt dus beide mogelijkheden. Nou, we bieden dus over de hele wereld aan. Dit is voor ons gewoon een standaard service. Dus waar wij ook maar een regio hebben, kan je gewoon deze VMware-oplossing van ons draaien. Wij hebben niks bijzonders in onze cloud hoeven doen om die VMware-omgeving mogelijk te maken. Hè. Dat zie je bij de andere cloud vendors wel. Die hebben niet de normale infrastructuur om dit aan te bieden. Dus die moeten echt naar de specifieke data gaan. En daarom zie je dat ze een AWS heeft een veel langere lijst aan datacenterregio's in vergelijking waar WMC beschikbaar is. Hetzelfde als Google en voor Azure. Bij ons is het de standaard service, standaard bare metal service. Dat is niks geks of nieuws voor ons. Dus in iedere regio is dit gewoon beschikbaar. Het mooie ook aan de Oracle Cloud is dus dat de prijzen voor onze services altijd over alle regio's precies hetzelfde zijn. Je hebt dus geen verschillende prijzen. Je in Noord-Amerika wat minder betaalt. In Europa iedereen op een of andere reden meer gaan betalen. Service is overal tegen dezelfde prijs eigenlijk volledig beschikbaar. Nou, laat ik het gewoon even laten zien. Ik denk dat dat natuurlijk altijd beter is dan alleen maar PowerPoint-plaatjes. Ik ga even mijn scherm delen. Stop. En mijn Zoombar uit de weg. Ik zal even inloggen op de Oracle Cloud. Dan zie je ook gelijk eens keer hoe de Oracle Cloud eruit ziet. En binnen die Oracle Cloud heb ik natuurlijk een enorme batterij aan diensten. Dus ik kan in het menu, en dit is natuurlijk heel erg vergelijkbaar als je op een Azure zit, dan heb ik gewoon mijn compute services. Dus hier kan ik gewoon VM'tjes en bare metal servers creëren. En een van de dingen wat je hier zal zien, ik zit in juist compartment, zie ik. Ik heb hier allerlei VM'tjes draaien, maar ik heb hier ook bijvoorbeeld dus mijn VMware omgeving draaien. Je ziet hier drie ASX servers staan. En dit zijn dus die DenseIO bare metal servers. 52 cores, 768 gigabyte. En deze servers zijn dus ook gewoon rechtstreeks van mij te benaderen. Dus ik kan gewoon naar de ASX GUI gaan. Dit is unsafe. En ik kan hier dus ook gewoon op inloggen. Ik heb volledig root level rechten. Je ziet dat ik niet als de user root inlog, want de user root bij ons per definitie die heeft geen paswoord. Daar kan je alleen maar via een SSH certificaat mee inloggen. De public key geef je aan als je de omgeving provisiont. De private key hou je lekker voor jezelf. En zo kun je altijd ook nog eens een keertje echt via SSH op al je ASX servers komen. Maar je kan dus gewoon rechtstreeks gewoon volledig op de ASX server inloggen en dat soort zaken. Maar de omgeving zelf is wel echt een service in onze cloud. Dus ik kan naar de Oracle Cloud VMware oplossing gaan. En hier krijg ik eigenlijk een overzicht te zien van de omgeving. Ik zie dat er een vraag is. Van Daniel, klopt het dat ik begrijp dat deze niet managed af te nemen is? Standaard is de service dus een juist niet gemanaged omgeving. Dat je juist het helemaal onder je eigen beheer hebt. Heb je daar wel behoefte aan dat je wel wilt dat die gemanaged wordt? Hebben wij gewoon binnen Oracle... Oracle Advanced Cloud Services, een organisatie die de management van die omgeving op zich kan nemen. Dus als je dat zou willen, kan dat wel. Dan kan je gaan bespreken welk gedeelte gaan hun dan beheren, welk gedeelte beheer jij. Maar standaard is deze omgeving dus een volledig niet gemanaged omgeving. Ik zie hier dus de basispoort eigenlijk van waar ik alle informatie zie staan. Ik zie mijn links naar mijn vCenter, naar mijn NSX, HCX. Ik zie mijn servers. Ik kan hier naar de SDDC-netwerken gaan. Dus we hebben VLANs gecreëerd.
voor alle componenten. Dus we hebben een VLAN gecreëerd voor vMotion netwerk, voor vSAN, voor managementlaag en dat soort zaken eigenlijk allemaal. En ik kan natuurlijk gewoon op die VMware-omgeving gaan inloggen. Nou, ik zal er even op inloggen. Dit is natuurlijk gewoon niks anders dan gewoon standaard normaal VMware. En je gaat hier gewoon mijn vSphere-omgeving zien. En dit is gewoon ja, dus mijn drie servers. Mijn drie servers hier zo, die ik heb. Oracle servers, met alles wat eraan. Nou, ik neem aan dat dit publiek weinig vertellen hoe VMware werkt en hoe dat eruit ziet. En hier binnen heb ik natuurlijk gewoon wat VM's draaien. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een VM'tje draaien. En deze VM die staat aan een NSX-segment gekoppeld. Dus die staat daarop te draaien. En als ik bijvoorbeeld deze VM... die kan sowieso natuurlijk met andere VM's praten binnen NSX. Maar als ik deze VM bijvoorbeeld ook met native services binnen Oracle Cloud wil laten draaien, kan je dat heel erg makkelijk configureren. Nou, ik heb bijvoorbeeld in mijn cloud heb ik allerlei andere diensten. Ik heb bijvoorbeeld de Oracle Database Cloud Service. Ik heb daar gewoon een database draaien. Ik heb hier zo'n productiedatabase. Dit is een database cloud service. Dan kan je met een druk op de knop een Oracle database krijgen. In dit geval zit een standaard single node omgeving. En die heeft hier een IP-adres van 10.11.49. Nou, als ik op dit moment naar die machine zal proberen te gaan. Dus dit is mijn VM op VMware op een NSX-segment. Dus de overlenende van VMware. Zou je zien dat ik daar niet bij kan komen. Want standaard laten wij niks toe. We hebben volledig een zero trust policy binnen de Oracle Cloud. Standaard kan je niks met niks laten communiceren. Nou, wil ik dat wel? Kan ik dat heel erg makkelijk configureren. Ik kan naar mijn VMware-omgeving weer hier gaan. En hier hebben we gewoon eigenlijk een paar basiswizards gemaakt om de netwerkconfiguratie voor je wat makkelijker te maken. Je kan het ook allemaal met de hand configureren. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een wizard als ik de connectiviteit tussen mijn VMware-omgeving en mijn on-premise-omgeving automatisch wil configureren. Dus dat het automatisch over een VPN of over wat wij dan noemen een fast connect-verbinding kan gaan. In mijn geval wil ik mijn VMware NSX-segmenten koppelen aan mijn native Oracle Cloud netwerksegmenten. Nou, ook daar heb ik een wizard voor. En wat dit namelijk gewoon doet, is eigenlijk niks anders dan de juiste route rules maken, zodat de segmenten met elkaar kunnen praten. En dat dus de native, want het NSX-netwerk, wat bovenop VMware draait, daar weet de Oracle Cloud natuurlijk helemaal niks van. Dat is een overlay-netwerk, dat bestaat alleen maar binnen de VMware-omgeving. Dus ik kan dat segment hier aangeven. Dit is het segment van waar mijn VM op draait. En ik kan hier gewoon een native subnet binnen de Oracle Cloud aangegeven. Nou, mijn database server, die staat in de native services subnet te draaien. Dus die wil ik doen, als mijn paradje niet meer weg staat. Dus ik zeg add subnet. En wat dit doet, is voornamelijk gewoon de juiste netwerkconfiguratie voor mij maakt. Op dat moment, als dat eenmaal gedaan is, en ik ga dus nu proberen met die database verbinding te maken, kan ik dus nu rechtstreeks gewoon met die database praten. Dus zo kan ik dus heel erg makkelijk inregelen dat ik mijn omgevingen die ik binnen de Oracle Cloud heb draaien en omgevingen die ik binnen de VMware-omgeving op de Oracle Cloud draaien heel erg makkelijk met elkaar kan laten koppelen. Nou, een belangrijk aspect is natuurlijk ook dat mensen graag tussen de on-premise, de eigen VMware-omgeving in hun eigen locatie, en de VMware-omgeving in de Oracle Cloud willen werken. Nou, we hebben volledig natuurlijk ondersteuning voor HCX, wat je bij alle andere cloud-vendoren ziet staan. Daar zit ook niks anders op geks in. Maar om het even te laten zien, ik heb hier mijn thuis VMware-omgeving staan. Dit is mijn eigen servertje hier thuis. Dit is een Intel NUC-je wat mijn VM'tjes draait. En ik heb hier dus HCX al geconfigureerd. Dus ik heb een connectie tussen mijn on-premise-omgeving en de Oracle Cloud geconfigureerd. Nou, dat laat je allemaal netjes zien. En ik kan natuurlijk gewoon een migratie doen en mijn VM's verplaatsen. Nou, voor een demo nu is dat een beetje lastig, want mijn verbinding thuis is niet zo heftig, dus dat gaat altijd even wat kosten. Maar ik kan wel al laten zien dat ik dat kan doen, volledig transparant. Want een van de elementen natuurlijk binnen HCX is dat je je netwerklaag kan extenden. En ik heb dus binnen NSX heb ik gezegd dat ik mijn netwerklaag die ik hier on-premise heb staan, automatisch wil extenden naar de Oracle Cloud op HCX daar. En zo kan ik dus volledig heel makkelijk eigenlijk werken. Nou, ik zeg, ik kan niet live, nou, ik kan wel live migreren, maar dat duurt al lang voor deze demo. Maar om het toch even te laten zien. Als ik laat bijvoorbeeld zien hier, ik heb in mijn omgeving, hier heb ik bijvoorbeeld een VM'tje staan. Ik zal even deze VM pakken. Die zit aan dat netwerksegment gekoppeld.
En dit VM'tje heeft 192.168.2.10. Dus ik kan deze machine natuurlijk gewoon pingen, 2.10. En je ziet ook aan de pingtime, dit staat hier lokaal bij mij. In de Oracle Cloud heb ik ook een VM draaien. En deze VM is dus niet gekoppeld aan zomaar een NSF, maar deze VM is dus gekoppeld aan dat layer 2 gestretchte netwerkomgeving. Dus deze VM hier zo, die ik heb staan, deze machine is 192.168.2.99. Dus hetzelfde segment bevindt zich deze machine in. Maar die staat dus gewoon volledig aan de andere kant. En dat zie je ook aan de latency tijd. Tussen mij in Zoetermeer en in Frankfurt. Dat ergens anders staat. Maar het zit dus beide in hetzelfde segment. Dus deze VM kan ik gewoon heen en weer vMotion met HCX. En kan ik dus heel erg makkelijk op die manier koppelen. Maar dat is dus een beetje de VMware-omgeving binnen de Oracle Cloud. Een VMware-omgeving die volledig zelf onder je eigen beheer valt. Waar je eigenlijk alles mee kan doen en laten wat je maar wilt. En ook dus belangrijk, en dat is zeker voor een hoop van onze klanten heel erg belangrijk, dat gemaakt is dat je dat helemaal ook aan beveiliging helemaal zelf kan regelen. En zeker voor bedrijven als financiële instellingen, overheidsinstellingen, die willen gewoon niet dat de cloud vendor toegang heeft tot hun eigen VMware-omgeving. En dat is eigenlijk het enige wat wij dus in onze cloud kunnen bieden. Je kan gewoon je VMware-omgeving draaien. Je bent de enige die daar toegang op heeft. En ja, je kan alle paswoorden, alle keys, alles veranderen. Oracle heeft geen enkele toegang na provisioning. En toch kan je daar flexibel mee omgaan. Heb je meer servers nodig? Kan je er meer servers bij schalen? Heb je op een gegeven moment minder servers? Kan je servers afschalen? Ja. Er is nog een vraag van Martijn Smit. Oh, sorry. Deze chat. Even kijken hoor. Wat is de aanbevolen manier om meerdere SDC's te koppelen? Nou, sowieso kan je natuurlijk de netwerken binnen de Oracle Cloud heel erg makkelijk aan elkaar vastkoppelen. Tussen regio's, tussen zelfs verschillende cloud accounts. Daar hebben we gewoon netwerk peering opties voor. En dan zorgt ervoor dat al dat verkeer over de backbone van de Oracle Cloud gaat. Dus, en niet over het normale internet. En daarnaast kan je natuurlijk gewoon om single control plane te hebben, alle VMware tools gebruiken om je vCenter met elkaar te linken. Welke andere mogelijkheden je daar ook maar voor wilt gebruiken. Dus je kan heel makkelijk in ieder geval netwerktechnisch alles aan elkaar vastknopen en volledig het VMware portfolio gebruiken om daar een single control plane over te laten geven. Nou, waar zien we eigenlijk dat mensen dit het meest voor gebruiken? Nog één minuut. Belangrijk dat ik het meeste zie is dat mensen het gebruiken voor een expansie. Dus mensen draaien gewoon VMware, zijn daar happy mee, maar hebben gewoon capaciteit tekort. Of willen bepaalde workloads in de public cloud zetten. En kunnen gewoon letterlijk op deze manier dus gewoon hun VMware-omgeving in de cloud eigenlijk verlengen. Ze kunnen dezelfde versie draaien, ze kunnen het op dezelfde manier beheren. Het is volledig precies hetzelfde zoals ze met de eigen on-premise omgeving om kunnen gaan. We zien ook klanten die gewoon zeggen, ik wil mijn hele datacenter dicht doen. Ik wil met mijn hele VM-omgeving snel naar de cloud kunnen migreren. Dus echt het migratie naar de cloud. En we zien ook steeds vaker klanten dat ze dit eigenlijk gebruiken puur voor disaster recovery. En dat ze op storage laag bijvoorbeeld, dus de VM's backuppen naar de cloud toe. En wanneer er een disaster recovery is, dat ze alleen op dat moment pas een VMware-omgeving opspinnen. Of dat ze tijdelijk een kleine omgeving altijd actief hebben staan. En zijn omgeving upscalen wanneer ze meer capaciteit nodig hebben. Nou, dat is mijn verhaal. Ik wil graag binnen de tijd blijven. Ik zie al dat daar antwoord gegeven op dezelfde vraag. Als er nog andere vragen zijn, ik ben gewoon de hele dag ook online. Dus je kan me gewoon op de chat vinden, op de VMUG website, evenementenpagina. Je kan me ook nog altijd e-mailen, research.garstaag.com. Bedankt voor kijken en luisteren. En ik weet niet of er nu nog vragen zijn, maar we zitten op 2 uur, dus dat was mijn eindtijd volgens mij. Nee, super. Dank jullie wel allemaal.